Yo mensen van YouTubers, en welkom bij deze nieuwe gameserie. Ja, omdat het pretparkseizoen is eigenlijk weer zo'n beetje op zijn eind aan het komen, dus ik speel nog eens een keer een game. Ik heb laatst de Outlast gespeeld, alle games, en ik heb ook Subnautica 1 gespeeld, maar ik ga nu nog eens een gameserie maken. Deze keer is het Below Zero. En in tegenstelling tot al die andere games die ik heb gespeeld, is deze game nieuw. Die anderen die waren al even uit, dus ik was een beetje later. Maar de video's waren ook niet zo populair. Ik denk dat deze ook niet, want content op deze kanaal is geen mini games. Maar ik game wel graag, ik vind deze spellen echt episch. Ja, deze video's worden niet veel bekeken, maar dat maakt ze maar voor de fun, hè, voor mijn plezier. Below Zero is het tweede deel van Subnautica en is zo'n half jaar geleden is die uitgekomen. En we stonden al wel langer, maar toen was het een early access. En ja, toen waren de graphics nog niet helemaal te goed, toen was de game nog niet helemaal af. Dus het was niet echt motiverend om toen al die game te beginnen spelen, maar nu is hem dus volledig. Sinds kort ben ik erachter gekomen dat het klaar is. Dus kan ik deze game spelen. Hè. Het zal nu wel wat beter gemaakt zijn. Ik bedoel, de vorige Subnautica was mijn geluid, mijn stem, die was echt scherp. Het was niet fijn om het te luisteren. Maar het zal nu beter zijn. Dus we gaan beginnen met de game. Dus let's go. Start een nieuwe game. Ja, je hebt ook 4 modus, maar we pakken overleven uiteraard. En we gaan beginnen. Zo te zien is 2 reddingscapsule die uit een ruimteschip vliegt. We komen weer op een onbewoond alienplaneet terecht. Allee, laaien. Ik heb een toets. This is the farthest I can take you on company space bucks, Robin. Oh, yeah. You sure you want this? The research is in everything. It is to me and Sam. Well, so what are we doing? We don't need your storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. Gonna miss you. I'll find my way back. Good. Good enough. Keep it doing, eh? Reddingscapsule uit een ruimteschip gevlogen. Surface temperature. Oh man. Okay. Welcome to 4546 feet. Enjoy your stay. Oh yeah. Oké, okay, we hebben ook een temperatuursmeter. Ja. Ah, ik moet zien dat ik niet te koud word. Dus het concept is helemaal anders dan in de vorige game. Het is deze keer een sneeuwwereld. En ja, ik zit er ook nergens tot ik ook ontsnappen ofzo. In de vorige game was het een waterwereld, Neptunus ofzo, en dan moesten we in het water, maar hier is meer land. Ik zie dus ook dat ik een temperatuursmeter heb, dus ik moet rap een plek vinden waar het iets warmer is. Niet van vuur. Oh ja. Maar dat zijn die planten die geven warmte af. Oké, dat is goed. Ik weet nog, ja, ga maar. Oké, die geeft mij warmte, dat kan ik niet bevriezen. Dus aan deze keer zijn we een vrouw. En de graphics zien er ook echt prachtig uit. Hè? Nog beter dan in de vorige game. En hier hebben we... Nou begint het water. Zo, ik weet niet of ik kan inspringen. Hè? Ik bedoel, ik ga dat niet te ka... Oh shit, dat is niet de bedoeling.
Nou, het water is niet te koud precies. Vissen zijn precies hetzelfde, hier zijn die blaasvissen weer. Zeg ik je juist? Niet? Wat is dat? En dat zijn die pingwings. Ja, de monsters uit de game die zijn een beetje gebaseerd op een pooldieren. Pooldieren, zaaddieren. Amai, jezus, ja. Ach, je kunt die pakken, godverdomme. Maar die zijn wel cute. Ik ga die wel mee pakken. Oh fuck, ik begin te vriezen. Wacht. Ja, dit is mijn basis zo te zien. Maar de game ziet er echt nog beter uit dan de vorige. Oké, we gaan eens naar binnen. Dus, dit is de... Deze is mijn basis. We zijn dus een vrouw genaamd Robin. Ja, ik kan dus ook dingen maken. Veel dingen komen over hem met de vorige game. Ze moeten nu weer dingen gaan maken, ze moeten weer een beetje de wereld gaan ontdekken. Wat ik nodig heb, waarschijnlijk is ook weer een scanner, inderdaad. Titanium, dat is ook dat is allemaal hetzelfde gebleven, zo te zien. Een batterij, oei. Om een batterij te maken hebben we wel iets anders nodig dan in de vorige game. Koper is hetzelfde gebleven, maar linteplant, wat is dat? Ah, dit is linteplant. Ah, oké. Okay. Dagboek. Ik heb een dagboek of wat? Ik ben curieus. Ja, titanium hebben we natuurlijk. En ook een paar andere steunen. Ik ben curieus wat voor beesten we deze game mogen meemaken. Welke monsters? In de vorige game was het ja, de Sea Dragon, de Reaper. En dat soort monsters. Weet je wat? Ik ga gewoon even die scanner maken. Kan ik alles al beginnen scannen? Nou, dit is de eerste video. Er zal niet zoveel gebeuren. Want ja, zo'n game begint altijd kalm en. Daarna wordt het intenser en intenser. Maar ik ben wel benieuwd ook wat voor dingen we kunnen maken. Nieuwe huizen. We beginnen nu in, is ons stoeme lifepot. Echt skeur. Maar ja, in de vorige game konden we een darkbird maken, de Cyclops en de Seamod. En een exopack. En dan hadden we ook een Seaglider. Misschien zijn een van die dingen terug in deze game. Ik weet het niet eigenlijk niet. Of er wel een seaglider. Wat? Ah, het wordt. De zon begint te schijnen. Oké, het begint mooi weer te worden. Hey, wat is dat? Zijn die dingen gevaarlijk? Zeeaap. Oh. Die zien er niet helemaal betrouwbaar uit. Deze game ziet er ook weer prachtig uit, jongen. Niet normaal. Ik hoor een vulkaan precies. Dat hoor ik allemaal. Oei, what the fuck? Alles hier rood. Ah, dat was dus geen zon. Precies alsof dat de wereld gaat vergaan. Jezus, zie dat die sneeuw, jong. Ah, sneeuw is aan mijn tand. Het is ook weer donker. Zaklamp. Dat is ook weer een batterij. Oké, die weten we wel te maken. Glas, quartz. Quartz die konden we vinden in die grotten, dat weet ik nog wel. Maar hier hebben we er al gelijk in. Ik vraag me. Ik ben ook benieuwd naar in hoeverre dat de game overeenkomt met de vorige. Qua graphics is in deze beter, ja. Het is een nieuwe game, dus het wordt alleen maar beter. Maar of het qua verhaal beter gaat zijn, valt nog af te wachten. De eerste game had ook van die ontploffende vissen. Ik heb die. In een trailer heb ik die ook weer gezien, dus fijn om te weten dat die er ook weer zijn. Terug naar mijn livepot. Naar binnen. Okay. Om te beginnen, glas. Dan kunnen we een batterij. En dan kunnen we, dan maken we een zaklamp. Okay. Ik ga nu. Kompas. Ik ga eerst hiervoor eens zien. Oké, vezelgaas. Dus ik moet twee kruipjes vinden. In de vorige game was dat makkelijk te vinden, maar in deze game. Zie ik dat. Ah ja, daar. Ik had zeker een mes nodig om dat te kunnen pakken. Ja, ik denk het wel.
gedacht. Zullen we komen? Dat is ook weer teruggekomen. Een mes maken. Goed, dan zien of we nog genoeg titanium hebben. Ja. Twee van die kavers. Onder water ziet het er heel gezellig uit, maar boven water is het continu aan het sneeuwen. Zie geen fuck. Oeh. Het is met hetzelfde mesje. De vorige game kregen we continu een radiobericht. Dan moesten we. Konden we. Allemaal dingen vinden. Op locaties waar ze ons naartoe stuurden. Dan konden we. Een achtergelaten PDA vinden. In een gezonken livepot. Maar hier hebben we geen radio precies. Oké, dan kunnen we. Direct er wel langer. Ja, dan wel losser om. Ja. Als ik Subnautica 1 heb gespeeld, dan heb ik wel een beetje ervaring met die dingen. En we hebben hier. Zie. Oké, dan gaan we eens naartoe. Ze hebben een beetje een trick. Wat is dat? Misschien kunnen we er iets vinden, hè? Het is precies zo'n. Ah, hier is een ladder. Het is precies zo'n kot. Zo'n kooi waar dat je. Als je naar haaien kijkt. Oh man, je ziet geen knoppen met die sneeuw. Wacht, ik moet dat scannen. Mineraaldetector. Ja, in ieder geval hier. Ras. Bureau, dat zijn we van die dingen hè, dat je zou waarmee je een huis kunt verzinnen. En hier nog dingen die je kan scannen misschien. Voedingsblok, al de chill. Maar voor de rest blijkt hier niks te zijn. Dus, Seaglider gevonden. Aan de kant, jongen. Oh ja, fakkel. Ja, ik kraag ze weg precies. Oké, we hebben dus een Seaglider. Moet nog. Wacht. Oké. Dus, zie je, in deze omgeving kan ik de Seaglider vinden. Oké, zoutafzetting. Dan zo. We komen hier wel al wat nieuwe zaken tegen. Ik zie daar precies ook weer een basis of zo. Eens zien of ik nog eens. Maar was dat allemaal? Wow! Ik hoop dat dat niet gevaarlijk is, hè? Stijl. Oh! Oh! Was dat? Wat een spel viel mij aan. Soort biter. Oké, zij zwever. Oké, nog één. Is dat er nog één? Zeg ik iets anders. Mobiel drooghoek. Kut op. Mobiel drooghoek. Is ook wel handig. Kunnen we direct zien wat we kunnen maken, hè? Denk ik. Gelijk als een Seamot zoiets. Die apenman, die zijn echt lelijk. Ah, hier kunnen we precies. Ah, dat is ook wel. Ah, dus kunnen we lucht uitpakken. We hoeven niet helemaal naar boven te zwemmen. Mobiel droog ook, oké. Ik heb nog één. Ik heb mocht. Zeeapnest. Oei. Ik kan beter even teruggaan. Ik ga even drinken maken, dus ik ben. Zo dadelijk terug. Hier nou weer direct met een ontploffing donker. Hè. Hier is bliksem, jongen. Gevaarlijke wereld. Wanneer het donker wordt, moet ik denk ik niet uit het water gaan. Ik kan dat aanvallen, man. Fuck it, jongen. Eerst. Oh shit, was niet zo slim. Fuck. Oh fuck, dat was. Oké, dat was dus niet zo slim, precies. Oh fuck! Hij heeft mijn mes afgepakt. Shit! Al die zeeapen die pakken nu grief af. Ja, apenkuren, hè. Shit, kan ik een neefmes gaan maken? Oké, dan weet ik. Don't mess with the sea monkeys. Ze pakken mijn grief af. Oké, ik heb een Lester Seaglider gevonden. Hebben ze, ik heb hem. Mobiel droog ook, die wil ik nu even vinden.
Ik zie daar iets nieuw. We zijn hier in een nieuwe biome terechtgekomen, denk ik. Oké, om te beginnen maken we even onze knife terug. Want die apen zijn ermee gaan lopen. Dan gaan we even een batterij maken. Koperzaad hadden we nodig. Oh, is weer die aap. Ik wil niet dat je nog eens, ik wil niet dat je mijn zaklamp pikt. Ah, de kant, jong. Ga weg. Blijf van mijn spullen af. Nee, die achtervolgt mij. Tante beest, die. Fuck, je zit er vol met van die aap. Kom maar op me even. Kruip hier pakken, please. Oké, zijn we thuis aangekomen. Ja, ga ik even eten en drinken. Oké, we hebben hem. De sea glider. Kunnen we wat rappers zwemmen? Ik zou zeggen, we hebben nu de sea glider. We zullen nog even nog een fragment voor een mobiel draaghoek gaan zoeken. Ja, dan ga ik weer stoppen voor vandaag. Dat heeft lang genoeg geduurd. Wat zit ik voor iets? Gigantische ringeling. Oxygen. Hey! Wacht eens even, ik zag daar iets. Oh, dat zijn... Oh, die dingen zijn gevaarlijk. Ik zag die zo schieten op die apen. Hé? Hey? Holy shit, jongen, mijn zuurstof was op, ik had het niet eens door. Oh, wacht even. Ah ja. Dat zijn die plofvissen weer. Get out. Ja, die zijn ook weer terug. Weet ik ook weer direct in wat voor dingen dat die zitten. Ah, reizen, het is weer begonnen, zijn, hè, want met de plofvissen. Ja, plofvissen, crashvissen eigenlijk. Ik ga in deze grot ook wel eens even kijken, ik denk. Zo groot als deze heb ik nu al zo'n fragment gevonden. Oh, dat is een vulkaangebied. Daarom. Echt pas stoppen, want ik zit. Uh-oh. Fuck. Ah, hier. Nee, Moet erop. Oh fuck, ik ben fucked. Wacht, kom aan. Kus erop. Ik moet er even naar boven, man. Godverdomme, dan ga ik je waarschijnlijk niet meer terugvinden, hè, deze. Oh, sukt. Ik zit ook fucking diep. Ik weet dat ik hier moet zijn, hè. Wacht. Ja, ik ben doodgegaan. Van dat ik lucht niet meer had gepakt. Maar ik heb in ieder geval wel de missie accomplished. Ik heb het mobiel draagdok. Oké. Dus ga ik stoppen van deze eerste video, man. Dat is een grote missie, man. Ik heb te weinig zuurstof om eigenlijk al in die grotten te gaan. En zo gaat het gaan. Ja, dit was Below Zero van de eerste keer. Dus ik zie jullie bij de volgende aflevering. Ik vind het nu al een heel cool spel. Dus we mogen nog extreme dingen verwachten. Maar voor nu zeg ik tot de volgende video en ciao.